Goedenavond, dames en heren. Welkom in deze prachtige Schouwburg. Hallo, Oh, is dat nog niet aan, Hurik? Hallo. Welkom in deze prachtige Schouwburg bij Legends of Pop van Fanfare Muziekvereniging De Peerklank. Mooie intro, hebben jullie nummers herkend? Ja? Noem eens wat. Ja, wat? Bohemian Rhapsody, Zaterien, hè? Mooi, hè? Ja, Doe Maar Aan, Zaterien. Ja, U2, allemaal knijters van hits. Gaan we vanavond niet huren. Gaan we niet doen, nee. Eerst voordat we verder gaan, willen we weten wat jullie mening over popmuziek is. En ik heb een heel ingenieus apparaat metgenomen. Dat zet ik hier neer en dat neemt jullie keuze op. Dus ik tel tot 3 en dan moet ik keihard roepen wat ook favoriete nummer is. Ja? Gewoon allemaal tegelijk. Dus, en dan, dat apparaat analyseert dat en dan gaan we zo meteen zien wat jullie top 3 is. Ja? Dus ik tel even af. 1, 2, 3. Heel duidelijk, het apparaat stond aan, dus het is gelukt. Nou, dan gaan we eens even kijken wat dat zo geworden is. Op nummer 3 hebben jullie start. Child Time van Deep Purple. Nou, dat is een klassieker, dat is erg goed. Ja, ja. Op nummer 2, hè? Wish You Were Here van Pink Floyd. Dat is hier erg blij met. Ja, echt. Nummer 1, Mark Twitt. Ik denk dat het apparaat kapot is. Ik kan me niet veel anders verstellen. Blik ligt niet zeggen, dus... Frans, wat gaan we wel huren vandaag? Nou, wat we vanavond dus wel gaan huren. We hebben hier achter ons muziekvereniging De Peerklank. En die gaan onder leiding van de dirigenten Geert Nellen en Guido Pauwels enkele klassieke spullen in het rijke verleden van de rock- en popgeschiedenis. Ja, en het zien verrassende nummers, kunnen we zeggen, maar wel hele mooie nummers. De muziekvereniging is uitgebreid vanavond met een combo, een aantal gastmuzikanten. En we hebben de crème de la crème van het regionaal zangtalent binnen weer te halen. En ik wil het toch echt zeggen, heel jammer, Henk Dedersen vanavond met opgetreden hebben. Hij zit thuis met de griep. Henk, ik wil het even zeggen, van harte beterschap van alle mensen in de show. Ja, wat gaan we doen, Francis? Nou, ik wil eerst even een verzoekje van een van de trompetten. Gerard, mag ik even een hoge C? Ja, de toon is gezet voor vanavond. We gaan beginnen met het eerste nummer. We gaan het hebben over meneer Jeff Lynne. Jeff Lynne is de oprichter, schrijver, zanger, componist, bassist van de formatie ILO. Jeff Lynne heeft zich in 1977 opgesloten in een Zwitsers chalet om te gaan werken aan een nieuw album. Maar het was zo'n poggeweer dat er gewoon geen inspiratie was gekregen, gewoon helemaal niks uit zijn pen. Op een gegeven moment na 2 weken begon de zon te schijnen, de blauwe lucht kwam en Jeff Lynne kreeg net een keer inspiratie voor het schrijven van deze klassieker die we nu gaan huren. Hier is muziekvereniging De Peerklank met ILO's Mr. Blue Sky. Veel plezier!
Ja, fantastisch mooi begin van dit concert. ILO Mr. Blue Sky. Op het eind van het nummer, ik weet niet of je dat ooit gehuurd hebt, dan werd het nummer vocoder, dat is een technisch apparaat, werd er een zin gezet. En we gaan even luisteren naar wat er speelt. En heel veel mensen denken nog dat er dan heel raar gezongen wordt, Mr. Blue Sky. Dat is niet waar. Jeff Lynne zingt er, Please Turn Me Over. En dat heeft alles te maken met de LP. Het is namelijk het laatste nummer van de LP, van die kant. En er wordt de plaat omgedraaid worden. Dus die boodschap kunnen met Please Turn Me Over. En dan zie ik hier een paar kleine jongens zitten. En die denken van, wat heeft hij nou in de hand? Dit is nou een LP. Kijk, dat is mooi, hè? Schitterend. Vanmiddag gekocht hier in Venray. Echt wel. Ja, zeker weten. 6 euro hebben we dat gekost. Kijk, dit is nou een plaat. Die kunt op 33 toeren draaien en nog op 44 kan het heel raar klinken, maar hartstikke mooi. Ja, die jongen die snappen dat niet, hè, want tegenwoordig draaien niks meer om. Spotify en streaming, dat draaien niet om. En dan zien we meteen bij de huidige tijd in de popmuziek. Gigantisch populair in deze tijd is het genre singer-songwriter. Er zien er heel veel, maar er zijn er maar een paar die echt goed zien. Eén daarvan is de zoon van Patty Harpenau. Sommigen kennen die misschien wel als een kunstenares. En de zoon van Patty heet Dotan. En wij gaan luisteren naar Pim Wijs en hij zingt voor jullie Home.
een solo-hit van Paul Simon. Paul Simon kennen jullie misschien van het duo Simon en Garfunkel. En Paul Simon is wat mij betreft wel de meest swingende van die twee. Ik wil wat hij er liever. Dit swingt de Paul of Art Garfunkel met zijn liedje over kanientjes. Art Garfunkel wordt trouwens vanwege zijn kapsel wel vergeleken met een vrouwelijk lichaamsdeel. Niet nader te noemen vrouwelijk lichaamsdeel. Want dus maar eens weer opzoeken op Google. Aardbeeldingen. Art Garfunkel dan natuurlijk. Je zag misschien de oplettende kijker de drummer van net, Anton. Die drumt met twee paar drumstokken. Dat is een trucje. Dat had hij geleerd van Steve Gadd. Steve Gadd was de drummer van Paul Simon. Die drumde met twee paar drumstokken, zodat het leek alsof er twee drummers bezig waren. Misschien is dat een tip voor de teerklak. Dan liep de drumband ook twee keer zo groot. Want ze dan een dubbele contributie betalen, of niet? Of is ja. Dat... Goed, Francis, we hebben ergens in ons verleden niet goed opgelet. Hè? Sommige mensen kennen ze misschien wel als het legendarische DJ-duo van de Jera, jaren geleden. Jazeker! Heel wat jaren geleden. Pop. Fijn dat je bent, Lucel. Maar wat we nog fout gedaan hebben, wat blijkt nou in Nederland? Een van de grootste exportproducten in Nederland zijn DJ's. En dan staat baby Brulf te wat te oud hoeren, dat is dan niet snap. Maar goed, zullen we nog wat voor ons in het vat zetten? Of, Ik ben bang voor die, ik denk dat we te oud worden. Ja, daarom. Daarom hebben we nou een aantal jeugdige leden van de muziekvereniging opgetrommeld. En die gaan een vertolking geven van een van de nummers van Armin van Buren. Dat is wel een van de grootste DJ's uit Nederland. En het nummer heet This Is What It Feels Like. Thank you.
This is what it feels like van Armin van Buuren. Lekker jongens, mooi gespeeld. We gaan het hebben over vrouwen in de popmuziek. Vrouwen zien een heel belangrijk onderdeel in de popmuziek. Je hebt heel veel zangeressen, vrouwelijke muzikanten. Maar vrouwen dienen ook degelijk als inspiratie voor bepaalde nummers. Je ziet hier een paar. En er werd van veel titels met vrouwennamen wel betwijfeld of het over die vrouwen gaat. Sterker nog, er zien enkele nummers met een vrouwennaam als titel die dus helemaal niet over een vrouw gaat. Zo hadden we bijvoorbeeld Mary Jane's Last Dance van Tom Petty. Dat gaat niet over de vrouw Mary Jane, maar dat gaat over marihuana. Mary Jane is namelijk strootaal voor marihuana. Zo hadden we het nummer Koenenberg van Robin Heijzen. Dat gaat niet over Nel, maar dat gaat over zoren van Nel. Het is me dat gebeurd. De nummers die we nu gaan huren bij deze medley, die gaan wel degelijk over vrouwen en over alles wat met vrouwen te maken heeft. Liefdesverdriet, onbereikbare liefde. Dames en heren, hier is Pim Wijs met de Meisjes Medley. Zit eens
zijn. En ik denk, waarom ik? Waarom nu? Waarom? Suzanne. 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 Popmuziek, we kennen natuurlijk verschillende, Aretha Franklin, Anouk, Shirley, Bessie, noem maar op, prachtige zangeressen met heel veel inspiratie. Maar kennen we deze nog? Nou, misschien dat het nog niet helemaal natuurlijk te zien is en ze zingt Spaans, dat is eigenlijk een beetje raar, maar misschien dat het Spaans, een zwaar Amerikaans accent en toch komt ze gewoon uit Engeland. Het is Mary O'Brien. Wie? Dusty Springfield. Ja, Dusty Springfield. En toen ze eindelijk stopte met dit suffe bandje, toen werd ze pas echt bekend. In 1963 brok ze in de Verenigde Staten als tweede Britse artiest naar de Beatles door met de hit I Only Wanna Be With You. En in de jaren 60 was het een, echt een megaster. Maar ze leidde niet zo'n heel gelukkig leven en haar carrière was er nog helaas wat kort. In de jaren 80 maakte ze nog een comeback, maar daarna was het ook gedaan. En helaas is ze ook al niet meer onder ons. We hebben ze helaas af moeten geven. Maar we hebben ons eigen Dusty Springfield metgenomen vanavond. We hebben voor jullie Ria Linders en ze gaat zingen Son of a Preacher Man. Take me walking to the backyard, people walking.
Dusty Springfield, namelijk Brenda Lee. Brenda wie zullen jullie zeggen? Brenda Lee. Dusty Springfield was meer van de soulkant, de zwarte muziek. Brenda Lee was meer een exponent van de country en rockabilly muziek. Jullie hebben misschien nooit van Brenda Lee gehoord, maar ik weet zeker dat jullie één nummer kennen van Brenda Lee, direct of indirect. Als ik de volgende frase zing: The radio's playing some forgotten song, Brenda Lee's coming on strong. Dan weten jullie denk ik wel waar we het over hebben. Vervaren de binnenklank gaat voor jullie de instrumentale versie spelen van de hit van de Golden Earring. We've got a thing called Rita Love.
fantastisch uitvoering van Reda Love van de Golden Earring, de muziekvereniging De Pillenklank. Beste mensen, we hadden eigenlijk op dit moment de pauze gepland. Maar we hebben een verrassing waar maar een paar man van af weten. En iemand die er alles over gaat vertellen is de voorzitter van de vereniging. Wil ik jullie aandacht voor Rob Vriends. Goedenavond. De koffie moet helaas even wachten, maar ja, we hebben gedacht als muziekvereniging De Pillenklank om een heel bijzonder iemand in het zonnetje te zetten. De Pillenklank bestaat namelijk 70 jaar en wij hebben ook een lid die 70 jaar muziek maakt bij De Pillenklank. Ik ga die zelf niet in het zonnetje zetten, daar heb ik iemand voor gevraagd, de burgemeester van Venray. Ik zie, burgemeester, dat hij al weet dat hij er gelukkig is. Dus Tijn, kom maar naar voren, doe maar rustig aan. Als het goed is, dan zit zijn vrouw ook hier ergens in de zaal. Ergens, en die zou deze kant in komen. Daar wachten we even rustig op. En dan is het woord helemaal aan u, burgemeester. Hartelijk dank. Waar is Tij? Tij komt eraan. Ja, wat een feest om hier te staan, dames en heren. Bij een heel belangrijke dag, een heel belangrijk concert van de geweldig belangrijke vereniging. De Pillenklank uit IJsselstein. Kijk, en daar is mevrouw, hartstikke fijn. Die wil ik even apart verwelkomen. Ja, ja, meneer kan je ook, maar fijn dat je erop bent. En daar is meneer. Ja, daar staan we dan. 70 jaar Pillenklank. 70 jaar geleden is het allemaal begonnen, Tij. En 1947 hebben we het dan over. Hè? En dat was natuurlijk geen gemakkelijke tijd. Oorlog was net voorbij, schaarste. Veel was kapot gemaakt, veel onzekerheid. Armoe, kou, enzovoort, enzovoort. En toch waren er in IJsselstein mensen die zeiden, we moeten een draad weer oppakken. En ja, een samenleving zonder muziek. Mensen, dat bestaat natuurlijk niet. Dus een van de eerste dingen waar ze in IJsselstein aan dachten, was wij moeten een muziekvereniging oprichten. Wij gaan muziek maken. Want muziek dat overbrugt alle ellende. En muziek doet heel veel verdriet en pijn vergeten. Muziek maakt vrolijk. Muziek is in staat om gevoelens te vertolken. En ik denk ook dat het fantastische orkest hier achter mij, daar voor de pauze en zeker ook na de pauze, geweldig in slaagt om dat ook duidelijk te maken dat muziek eigenlijk antwoord geeft op alle vragen, om het maar eens heel filosofisch uit te drukken. En wie stond er aan de wieg 70 jaar geleden van de fanfare? Tij. En dat moet toen toch een piepje op een broekje zijn geweest, 70 jaar geleden. En ja, er waren een aantal enthousiaste mensen, volgens mij ook jouw vader, die zich daarvoor heeft ingespannen en die verzamelde, moet u zich voorstellen, Armoe Troef, en ze verzamelden 24 instrumenten. Dat waren toen al hele dure, kostbare dingen, die dingen zijn eigenlijk niet te betalen. En toch kregen ze de IJsselstein klaar om een fanfare op de been te brengen met al 24 instrumenten. En eentje daarvan had de vader van Tij gekocht voor Tij. Zo Tij, hij gaat muziek maken. En zo is hij begonnen. Een talent, hij speelt bas, geloof ik. Je speelt bas, hoor. Tuba. In een tuba. Heel moeilijk instrument, dames en heren. Zwaar onderschat, maar zonder tuba eigenlijk geen orkest. Of, zo is het. En in IJsselstein was Tij echt een, en nog steeds, een geweldig bevlogen muzikant. En hij heeft niet alleen de fanfare eigenlijk het geboortelicht laten zien, maar hij heeft ook nog, op andere gebieden is hij muzikaal bezig geweest. Tegenwoordig heet dat de Chantés. Samen met Jean heb hij ook een muziekgezelschap opgericht en heel lang geleden begonnen ze met die Club Carnaval te vieren en dat ging allemaal zo goed. Dat ze ook Egeländer en Tiroler muziek gingen maken. En ze gingen naar Duitsland, naar Bombroek was het geloof ik, hè? Ja. En af en toe komen die mensen ook hier. En dan word ik altijd uitgenodigd om ook even bij de festiviteit aan te schuiven. Nou, ik kan u verzekeren, dames en heren, als je daar eenmaal aan de tafel zit, kom je daar niet meer weg.
Kortom, vriendschap en muziek en gezelligheid. En natuurlijk ook een hele serieuze bijbedoeling, want muziek, dat moet je serieus nemen. Moet je voor repeteren, dan moet je je ziel en zaligheid inleggen. En als iemand dat heeft gedemonstreerd, is het hij, of niet? Vind jij ook wel? Ja. En wat ruimt er op tij? Op tij ruimt bij. En we hebben een venraai. Kijk, je bent nou een briljante jubileum. 70 jaar is briljant. Nou hebben we geen briljante sieraden. Wel een zilveren sieraad. We hebben de zilveren bij van venraai. En de bij, daar ben ik toch een beetje symbool voor. Tij de bij. Want bijtjes zijn de bedreigde diersoort, dat is heel triest. Dan moeten we met z'n allen flink aan werken om die beestjes te laten overleven. Maar die hebben iets geweldig moois, die bijen. Die werken samen. Het is net een orkest. Als een van die bijen geen zin meer heeft, dan gaat zo'n volkje niet meer functioneren. Dus iedereen moet zijn best doen in zo'n bijenvolkje. En dat zoemt en dat maakt muziek en dat is blij en dat gaat naar de bloemetjes. Kortom, het is net een orkest. En daarom vind ik het fantastisch dat ik hier in deze schouwburg onder uw aller toeziend oog Tij mag opspelden, de zilveren bij van Venraai. Zo, en nu is het pauze. Dus ik kan dan weer op en dan over een klein half uurtje zijn we weer terug. En dan gaan we weer rustig verder waar we gebleven zijn. Tot direct.
Thank you.
for Rain, gezongen door Gijs Meijers, dames en heren. In de biografie van Gijs, die staat lezen op Facebook, staat een citaat van iemand die ooit heeft gezet: als Gijs het podium betreedt, dan gebeurt er iets. En ja, kijk maar nog in. Ja, we hebben Paul Fransen al gebeld dat die verbouwing er van neemt wordt, want het is een lekker zeef hier, maar... Het regent hier en het gitaar wil ik gelijk even de gitarist in het zonnetje zetten. Die de solo van Slash op sublieme wijze heeft gespeeld. Dames en heren, John Fransen. Dit is nog een nieuwe mensen, dus die weten van aanpakken. Die maken gewoon al lekker, alles netjes gaan. Dankjewel. Daarvoor. Dus, hebben jullie het wel terug gehaald? Hè? Ja? Of hier door een troon moeten laten? Nee? Toch niet? Het nummer November Rain is in 1983 geschreven door Axl Rose. En het was pas in 1990 af in de film die jullie allemaal kennen. Axl Rose is een artiestennaam. En men zegt dat het een anagram is voor oral sex. Dit is echter een foutieve aanname. Het is een anagram voor xlorase. Dus het is maar dat je het weet. De clip die jullie net ook deels hebben gezien is een van de duurste clips ooit gemaakt. Die kostte maar liefst $1 miljoen. En het was wel inclusief de trouwjurk, maar exclusief de drank. Ja, en de bewerking die jullie gezien hebben, die geknipte stukken, dat heeft mij twee dure dagen en slaaploze nachten gekost. Maar lang geen $1 miljoen. Fles whisky was wel leeg. Dat zal ik eens niet. Goed, zoals we straks al zijn, Frans en ik hebben samen hier vroeger gedraaid. En we waren het lang niet altijd eens over wat we nou was te draaien. Want Frans was meer van het harde werk. Ja. Slayer, Megadeth. Ik denk van de muziek dat je denkt van, was er toen ook al ADHD, dat soort dingen. En ik was toch ook meer van U2 en Simple Minds. Maar wat Frans en ik goed begrepen, was het format wat we bij de heren altijd gebruikten. In het begin van de avond werd er gedanst. Want als de vrouwen de dansvloer opkwamen, dan kwamen de kels vanzelf ook aan de heren toe. Zo werkt dat nu helemaal. En dan ben je het publiek. Geen rijden dus de dansmuziek. Het publiek van Willy was nog mooier dan mijn publiek. Bij Willy stonden dus de dames te dansen. Ja. Jaren 80 kledij natuurlijk. Bij mij stonden een paar kerels in spijkerbroeken en leren jas in een kring te headbangen. Ja. Komt mij trouwens, die zien we nou de langste heuren, de dames of de heren. Dat was in die tijd nog. Goed, maar nu gaan we dansen. En we denken dat jullie op de stoel mogen gaan staan. Het zien we wel nee, maar ik denk dat het wel mag. Want we gaan luisteren en ook kijken naar de disco medley. Thank you.
Zo, ik ben er gewoon moe van. Ik heb er even met de backing vocalisten start te dansen en te swingen. Ik ben net geen 40 meer. Goed, na al dat disco geweld kunnen we even over naar een mooi rustig nummer. Even rust in de tent brengen. Jullie kennen allemaal Sting als frontman, zanger en bassist van de band The Police. Ik denk zeker als we Roxanne in zou zetten of Message in the Bottle, dat jullie allemaal naadloos met zullen kunnen zingen. Maar Sting had ook een hele indrukwekkende solo-carrière. Alhoewel hij de laatste jaren niet meer veel maakt voor het hele grote publiek. Maar hij had prachtige cd's opgenomen met hele mooie muziek. In 1987 kwam zijn tweede solo-album uit. Dat solo-album heet Nothing Like the Sun. En hij had er meteen ook maar een Spaanstalige versie van gemaakt in de vorm van Nada Como El Sol. Het nummer wat we gaan huren, dat zal vast en zeker de geschiedenis ingaan als een lied tegen geweld en voor vrede. Zo werd bijvoorbeeld gespeeld als openingsnummer bij de heropening van de Parijse club Bataclan. Je weet wel waar de enorme bloederige aanslag tussen muziekliefhebbers plaatsgevonden heeft. We hebben het nummer al eens een paar keer gehuurd bij bijvoorbeeld de Volkstrouwentaak op het Duitse kerkhof. En het is een heel mooi en heel gevoelig nummer. Het is ook een bereikbaar nummer en het werd ook heel mooi en bereikbaar gespeeld door een kleiner gedeelte van de vereniging. En het wordt bereikbaar gezongen dan niemand minder dan Suzanne. Fredja. Thank you.
was toch fantastisch gezongen, of niet? Suzanne Speerberg, dames en heren. En solo op de bugel, niemand minder dan de vader van Suzanne, Gerard Speerberg. Goed, voor de pauze hadden we het over singer-songwriter muziek. Die was in de jaren 70 ook al heel populair, met onder andere Jim Croce en Carole King en dat soort mensen. En nog zo'n genre wat helemaal terug is van weg geweest, dat is folkmuziek. Ook de laatste jaren werd er wel veel folk gemaakt en kunnen het veel op de radio. Een van die bands, dat is Mumford & Sons. En in 2009 maakten we via Little Lion Man kennis met die band. En ik weet zeker dat jullie ook allemaal Little Lion Man kennen. En wat is nou bijzonder? Dat nummer heeft nooit in de top 40 gestaan. Het is trouwens wel vaker dat grote hits, die later nou in de top 2000 terecht gekomen, nooit in de top 40 heeft gestaan. Sterker nog, bijvoorbeeld Stairway to Heaven is niet eens op single uitgebracht. Het nummer wat we nu gaan huren, ook van Mumford & Sons, kwam ook niet in de top 40, maar ik denk dat jullie het allemaal kennen. Het is een heerlijk nummer, gezongen door Pim Wijs. Hier is The Cave. Thank you.
Was dat mooi of was dat mooi? Wat we hier straks zijn, dat het feit dat niet alle grote klassiekers in de hitlijsten hebben gestaan, dat geldt ook voor de originele versies van bepaalde nummers. Ik weet niet of jullie het nummer San Antonio van Los Lobos kennen. Is nooit geen hit geweest. Totdat een Limburgse band, Rouwenijzen, het nummer oppakte en daar hebben we weer Kroenenberg. Hetzelfde nummer, alleen een andere tekst. En dat weer dus wel een hitje. Maar goed. Het volgende nummer wat we gaan huren was in de originele versie ook geen hit. Het is het nummer van The Zombies. The Zombies was een Engelse band met zanger Colin Blunstone, die jullie misschien later nog wel kennen van die Alan Parsons Project. Carlos Santana hoorde dat nummer ook en hij vond het ook maar een slappe hap. Wat heeft Carlos Santana gedaan? Hij zette er een Latin beat onder, een lekkere stem, een hele harde stem, en een of andere lekkere blues, rock, gitaar, solo eronder, die vandaag gespeeld werd door mijn mentor, mijn alde leraar, Maurice Kunnings. Het nummer wordt weer gezongen door de man met de mooie baard, Gijs Meijer. Hier is She's Not There. Thank you.
Gijs Meijer, Maurice Kunnings, van de legendarische formatie Wurtelstem. Gisteren ook in de show. Dankjewel, Maurice. En dat is toch wat muziek is, hè? De jongerij is nou dus van Wageningen voor hier 3 minuten Minutes of Fame. Dat is toch geweldig? Goed, dan even over naar een heel bekende zangeres. En die heeft inmiddels 3 LP's of CD's op haar naam staan. En opvallend is aan die CD's dat ze allemaal de leeftijd hebben van hoe oud ze was toen ze uitbracht. We kennen het album 19, 21, 25. Een ander kenmerkend element is dat het veel gaat over liefdesverdriet en soms is de muziek wat depri. Ik hoop dat album 30 wat vrolijk is. Veel heur gebak voor ons. En voor mij mag ze wel doorgaan tot album 75, dat zul je best leuk zien. Het nummer wat we gaan huren van deze zangeres staat op het album 21. En toevallig werd het vandaag gezongen door een zangeres van 21. We gaan luisteren naar een nummer van Adele, gezongen door Suzanne. Hier is Rolling in the Deep. Jesus, I love you. You have my heart inside.
in the Deep. Fantastisch gezongen. Dames en heren. Wij hopen dat jullie allemaal genoten hebben van deze avond, want we zijn namelijk toegekomen aan de finale. Ik kan weer gaan vragen van, aan jullie allemaal tegelijk van wat vonden jullie het mooiste nummer. Maar dan hebben we kans dat dadelijk weer Maarten de Wit op één staat. Dat schiet ook niet op. Wat ik wel even wil zeggen, we staan hier met die kaartjes. Dat denk ik misschien, je kent zijn tekst niet van Gutte, dat is deels waar. Maar hier op deze kaartjes staan namelijk dingen die wij vooral niet moeten zeggen. Want mensen die Willy en ik een beetje beter kennen, die weten dat we hier een beetje de grenzen opzoeken van het toelaatbare. En om de grenzen niet overschrijden, hebben we wat dingen opgeschreven die we vooral niet moeten zeggen. Ik vind het eigenlijk wel. Alhoewel. Dit is wel een heel leuk, maar. We bewaren er wel vrienden voor je straks. Hoor. Goed, we willen Hielgeer Muziekvereniging de Peerplank feliciteren met het geweldige concert. We willen enorm bedanken alle comboleden, de gastmuzikanten, natuurlijk de muzikanten van de vereniging zelf, alle mensen van de regie, techniek, achter de schermen. Enorm bedankt voor jullie bijdrage aan dit festijn. En natuurlijk beide dirigenten Guido Pauwels en Geert Nelle. Ik kan jullie niet verklappen wat de finale wordt, maar toe gek. God u toe plaat, helemaal compleet, want het waren een paar mooie nummers. Er komt spanning, er komt emotie, er komt gevoel. En we gaan ook lekker swingen met z'n allen, weet ik zeker. Fans, zijn er nog? Daarna gaan we naar de foyer, dan nodigen we jullie allemaal vooruit. En dan gaan we nog even lekker afpilzen of wat dan ook. Verder af te pilzen. Hartelijk welkom. Muzikanten, succes met de finale. Publiek, bedankt dat jullie er waren. Tot ziens! Somebody to love.
te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormen nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Komt en om naar buiten kijken waar de regen valt, ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En als je ochtends opstaat, ben ik bij je. Misschien heb ik al tegenzet. En als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie licht door de gordijnen.
Thank you.
ik had een heel mooi woordje voorbereid. Maar ik ben, ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik gewoon rete trots ben op deze muzikanten van de Vereniging de Peelklank. Gewoon mooi dat je daar voorzitter van mocht zijn. Kort bedankje voor het combo. Marian, John, Sten, de zangers. Pim, Gijs, Suzanne en Ria en een beetje Henk. Die heeft ook veel gedaan. Ons dirigenten duo G&G, Geert en Guido. En ze staan hier natuurlijk nou een beetje op de achtergrond, maar ze hebben de hele avond voorgelopen. Onze presentatoren, kom er even bij, mannen. William Francis, geef ze een applaus. Hartstikke bedankt. En verder hebben er natuurlijk ongelooflijk veel mensen aan meegewerkt. De showploeg die hier alle spullen naar binnen en naar buiten hebben gedragen. Dus de Schouwburg mensen veel werk gedaan. Hartstikke mooi allemaal. De afterparty gaat direct beginnen. Dus wie wil, leef je uit. Doe gezellig mee. Voor degenen die al naar huis willen, doe rustig aan. Misschien is het glad. En over een jaartje of wat denk ik dat we dit weer gaan doen, hè? Dan zijn we allemaal welkom.